bij de camera staat, Kaya van Maasakker. 2-0 gewonnen van een hele taaie tegenstander. Hoe ging dat? Ja, zeker taaie tegenstander. Ik denk dat we goed gespeeld hebben. We hebben op hoog tempo gespeeld en konden er best goed doorheen combineren. Dus dat was mooi. Het was duidelijk vanaf de commentaarpositie te zien dat jullie van allerlei dingen aan het uitproberen waren. Om goed te kijken, ook uitverdedigen. Waar hebben jullie speciaal op getraind? Nou, gewoon vooral elkaar gewoon hard durven inspelen. En vooral dat we hoog tempo blijven spelen. En dat we van tevoren weten waar je heen wil. Over precies een week begint de Hockey World League. Waar tickets voor Rio zijn te halen. Hoe gaat de voorbereiding deze week eruit zien? Deze week trainen we nog 2 keer. En donderdag vertrekken we naar Breda richting het toernooi. En wil je nog even een oproep doen aan iedereen om jullie te komen supporten, ook in Breschaat, net zoals hier zoveel mensen naar Goijs zijn gekomen? Ja, zeker. Het is echt superleuk om hier te spelen in deze mooie sfeer met heel veel oranje. Dus ik zeg, kom kijken en dan gaan we wat moois van maken.